De hele toestand van een betalingsachterstand van 8 maanden aan de particuliere lijnbezouwersorganisatie klopt niet. Dit gaf minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie maandag in de Nationale Assemblée aan. Het geld zal deze week worden overgemaakt. Miranda antwoordde op vragen die bij interruptie gesteld werden door de parlementariërs Aziz Kumar Gayadin en Rashid Doekie over de situatie bij de PLO. De organisatie had namelijk gedreigd met acties. De bewindsman geeft aan dat hij nooit aan PLO-voorzitter John Mahathir Singh heeft gezegd dat er geen geld is waardoor er niet betaald kan worden. Ik dacht dat het vrijdag was, zitten we hier en er komt een bericht in de ware tijd online waarbij staat dat ik in een gesprek met de voorzitter van de PLO heb gezegd, ik ga u niet kunnen betalen want de regering heeft geen geld. En natuurlijk als u me goed kent, een paar jaren terug, zou ik direct natuurlijk zo rook uit mijn oren komen. Dat doe ik ook niet meer, want we begrepen dat we in een politieke arena zitten. En natuurlijk moet allerlei dingen gezegd worden, voorzitter. Ik heb toen terstond naar de desbetreffende pers gebeld. Waarheid online. En ik heb ze gezegd dat deze minister niet meer praat met dat betreffende, met dat medium, indien het niet gecorrigeerd wordt. Ik heb wel een gesprek gehad met de voorzitter van de PLO. En in dat gesprek is ook aangehaald dat de stukken in orde gemaakt worden. En dat in ieder geval in deze week begin of in de loop van de week de betaling zal gezien. De bewindsman zegt verder dat de PLO per kwartaal wordt tegemoetgekomen in de kosten van brandstof. Er wordt op tijd betaald, met soms 1 of 2 dagen vertraging, geeft hij aan. Er is een conflict bij de PLO met een of andere actiegroep, mevrouw de voorzitter. Iedere keer een actiegroep die maar de hele dag dingen zit te schreeuwen op Facebook en dingen. Het is een intern probleem van de organisatie waarmee ik mij niet bemoei. Ik heb afspraken met de PLO als organisatie en die afspraken worden stipt nageleefd. Dus ik begreep dat er een kleine correctie in DWT online is geweest, dat de voorzitter van de PLO zowel de minister hebben aangegeven dat wat daar gezegd is niet door mij gezegd is, mevrouw de voorzitter. Dat wil ik echt specifiek aangeven. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie.